Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb echt heerlijk geslapen in deze fantastische camper. Ik moet wel zeggen, dit is de eerste nacht dat ik dacht, het is een beetje fris. En Myron die had precies hetzelfde, die werd wakker, die zei, vond jij het ook een klein beetje fris vannacht? Ja, een klein beetje wel. Maar goed, we zijn op een plekje. Het is ontzettend rustig. Het is echt niet te geloven. Het is heerlijk wakker worden op deze manier. Noël, Nadine en Finn die liggen nog lekker te snurken in de camper. En Myron en ik die gaan iets heel erg leuks doen. Ik ben super trots op Myron. Myron die heeft de fiets klaar. Die heeft een yogamatje mee. Die heeft een sportoutfitje aan. En Myron die vond het zo'n mooi plekje gisteren helemaal aan het einde op een punt. Dat Myron zei van, het zou wel echt de droom zijn om hier morgenochtend heen te gaan en gewoon een workout op te nemen. Toen zei ik, nou dan ga ik wel mee. Want dan kan ik even vissen en dan kan jij een workout doen. Dus ik heb mijn hengel hier liggen. En deze ga ik meenemen. Deze bad boy. Gaan we met dit aasje gaan we even vissen. En dan gaan we ook even kijken hoe Myron een workout gaat doen op een prachtige locatie. Achter ons ligt de camping. Daar. En je hebt hier dus een heel erg mooi paadje. Dat is het blauwe wandelpad. En het enige wat je dan hoeft te doen is die blauwe stippen of blauwe paaltjes te volgen. En dan komt het helemaal goed. Er loopt ook een man voor ons met een hond. En we komen straks uit bij echt super mooie koeien. Die liggen daar allemaal te chillen, zie ik al. En ja, af en toe kom je van die super mooie stenen tegen zoals deze. Moet je kijken hoe dat eruit ziet. Dit zijn gewoon van die stenen. Die worden gewoon verkocht in de winkel. Hè. Die liggen hier gewoon. Dit wordt serieus verkocht in de winkel. Dus als je deze helemaal zou openknallen en in stukken zou leggen in zo'n stenenwinkel, dan wordt er gewoon verkocht. Oh, dit is zo rustgevend. Zo lekker in de ochtend. Lekker even lopen. Meteen staan we meteen aan door het lopen. En dan hebben we ook meteen, tenminste vooral voor mij, een warming-up gehad. Voordat ze de workout doet. Zo is echt perfect. Dit is perfect, dames en heren. Dit is perfect. Dit is Noorwegen. Het zou gaan regenen. Ja, we hebben geluk. Ja, het zou eigenlijk gaan regenen de hele dag. Stond op het internet 100% regen vanaf 8 uur in de ochtend. Niks aan de hand. En dan gaan we er hier eventjes overheen. Hopsakee. Zo, en hier staan de koetjes. Zo leuk. Zo ontzettend leuk. Ik hoef het blauwe pad niet te volgen. Volg het blauwe broek. Volg de blauwe KP Active broek. Jullie gaan nooit geloven wat ik hier uit mijn tas ga halen. Wat ik helemaal heb meelopen sjouwen. Let op. Wat zit hier achter? Dit is echt mooi. 1, 2. Mijn laptop. Geloof het of niet, maar hier op deze plek heb ik gewoon serieus 4G alle streepjes. Dus heb ik mijn laptop meegenomen om gewoon de beelden maar door te kunnen blijven uploaden. Want anders had ik mijn telefoon in de camper laten liggen voor te uploaden. Want de wifi op de camping is wel echt slecht. Maar check hoe dit eruit ziet, joh. Lijkt wel Cookie Monster, maar dan in het groen. Zie je dat? Dat krijg je als het helemaal stil ligt, denk ik. Yakiba. Nou goed, even de boel installeren hier zo. Zijn we weer op een prachtig plekje. Heerlijk, Myron is even de boel aan het installeren. Die heeft een yogamatje mee. Die heeft een nieuwe eigen camera mee. Perfect, dames en heren. Oké, dan gaan we maar eens beginnen. Let's go. Zal ik hem aandoen? Ja, is goed. Yes? Ja. Oké, daar gaat hij. Klik hem op aan. Hij staat op opnemen. Yes. Heel nice. Gaat hij? Eerste worp. Ik ben heel benieuwd wat dit gaat doen, dames en heren. Beet. De eerste worp. Oh my god, de eerste worp beet. Dit is toch niet normaal? Ik heb beet, de eerste worp. Dames en heren, de eerste worp. Hoe dan? De eerste worp. Ligt hier zoveel vissen, niet normaal. Yes. Dames en heren, check dit. De eerste vis van de dag. Kijk dan. Hoe dan? Oh my god, er ligt hier zoveel vis. Dat is absurd. Oké, dan ga ik hier naar het randje. Oké, vissie. Bye bye. Hoppa! En die zwemt weer weg. Hey, Miel, oppassen jij, hè? Oppassen jij. Wow, yo. Die Miel zit te aasen op de vissen die ik vang. Holy moly. Zo, kijk dan. Volgens mij is dit een supergoed moment om te vissen. Want ik zie verderop, klein stukje terug, twee vissersbootjes. Vol op vissen. Lekker dit. Ja, dat is toch niet normaal dit? Ik heb weer beet. Nee. Ik kan een heel dorp wel van eten voorzien, joh. Geen probleem. Kijk eens even. Ongelooflijk. Dames en heren, alweer een vis. De tweede. Ik doe hem weer terug. De tweede vis al. Holy moly. Wat ziek, hè.
Niet normaal. Wow. Oké, dit is echt ziek. Ik haal mijn aasje naar binnen en hij valt voor mijn neus eraf. Gewoon voor mijn neus valt het aasje eraf. Dat betekent een ander aasje, dames en heren. Dat is het teken. We gaan nu van dit aasje. Deze, dames en heren. Het roze, het welbekende roze aasje. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze het gaat doen. Gaan we achterkomen. Eerste keer dat ik met een shedje ga vissen hier op zee. Daarvoor alleen maar met die andere. Ik weet geen eens hoe het heet. Ja. Ik heb weer. Oh mijn god, een makreel! Een makreel! Ja, weer een makreel! Ik heb gewoon weer een makreel. Holy moly! Nice! Wow, mijn tweede makreel ooit. Iets kleiner dan de vorige, maar alsnog echt een beauty. Ja. Kijk, ondertussen ben ik operatieassistente. Vooral die bovenkant is zo mooi. Wat een beauty, hè? Ja. Dus hij stinkt wel. Ja, hij stinkt heel erg naar vis. Heel erg naar vis. Yep. Woo! Mijn tweede makreel ooit! Yes! Oké, wat een geweldige locatie en filmdag had moeten worden, hebben we slecht nieuws. Statief is omgewaaid en dit is de camera van Myron op het moment. Ja, dit is heel pijnlijk. Gewoon gloednieuw. Het is misschien nog ineens de 10e keer dat ze hem gebruikt. Gloedje nieuw. En de lens is afgebroken. Goed, ik zet mijn camera hier op statief en dan gaat Myron daar een workout mee doen. Komt goed, schat. Wat een aanbeet! Zo, ik zat net naar links te kijken. Zo, ik heb jou nog nooit zo hard horen roepen. Ja, ik weet niet wat dit is, maar... Weer een makreel! Wow, weer een makreel! Gewoon je derde! Ik weet waar ze zitten nu. Ja? Ik weet het. Nice. Ik heb een radar voor de makreel ontworpen. Beter. Yo, maar kijk hoe klein deze is in ziek sterk. Ja. Kijk hoe klein deze is. Hij klapt er vol op, hè? Dat is niet normaal. Ja, wel mooi, hoor. Ja, het is echt een mooie vis. Holy moly, het is niet normaal hoe sterk hij erop klapt. Ik heb mijn hele hand zit ook helemaal onder de vis. Wow, inderdaad. De vissenschubben. Straks even douchen. Zo, dat lijkt me heel goed plan. Ja, beauty weer, hoor. Mooi, hè? Heel mooi. Ja, echt. Oh. Ziek, ik heb hem. Maar deze zijn heel sterk. Deze kan je zo weer vrij laten. Let maar op. Wee! En die is weg. Deze vis, zo'n makreel, is sterk. Hoeveelste vis is dit nu alweer? Ja, ik weet, ja voor nu. Vijf of zo, hè? Dit is nu de derde. Vierde. Ja, drie makreel. Twee makreel en twee van die andere. Ja, twee. Ik weet nog steeds niet wat. Twee, ik weet nog steeds niet wat. Ja, pollock. Ja, misschien. Maar, maar dat stuurde Daniel gisteren naar mij, pollock. Ja, is dat een pollock? Ja. Ook die licht blauwe een beetje? Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar, en die lange, die zwaardvis wat jij zei? Naalvis. Ja, maar dat is een geep. Geep? Ja, dat stuurde Daniel. Echt? Ja. Vond hij het vet? Holy shit, zei hij. Ja, gewoon drie keer gevangen. Ja. Zo, maar dit aasje is mijn nieuwe favoriet. Ja, misschien is dit wel de makreel, het makreelaasje. Ja, misschien wel, ja. Alweer een makreel, dames en heren. Het is echt ongelooflijk. Alweer een makreel. Zo sterk dat deze zijn. Niet normaal. Echt ziek. Ik doe hem snel weer terug. Nou, ik ben benieuwd hoe of het aasje nog meegaat deze keer. We gaan erachter komen. Nee, ik heb wel beet. Ik heb wel beet. Ah, dit is een kleintje. Deze haal ik heel makkelijk naar binnen. Heel makkelijk. Kijk, dit is ook geen makreel. Ik had het meteen door. Ik zei al, het is een heel kleintje, want het is geen makreel. En dat klopt. Ik doe hem meteen weer terug. Oef. Zoals jullie zien, dames en heren, we zijn alles aan het inpakken. We gaan namelijk het volgende doen. We hebben een plan gemaakt en ik denk dat het echt een supergoed plan is. We gaan sowieso nu eerst eventjes het verse water erin doen. Kan wel een beetje hard waaien, sorry daarvoor. Maar hier hebben we in ieder geval een slang. En bij de vorige camping hadden we die niet. Een slang voor vers water. En bij deze camping hebben we dat wel. Dus dat is ideaal, want dat hadden we ook echt nodig. Het verse water is namelijk helemaal op. Dus we hebben hier een slang. En die even kijken of hij het doet. Ja, die doet het. Duidelijk. Hij zit aan de andere kant. Oké, nou, deze slang is gelukkig lang genoeg. Kijk, hier moeten we namelijk die slang in doen. Ja. En dat is voor het water. En dan is gewoon een kraantje aan en dan zeg je maar stop! Ja, ik weet het niet. Je moet een beetje gokken. Dan gaat die. Staat hier drinkwater trouwens? Drikken van. Oké. Nou, goed. Ik ben benieuwd. Ik hoor wel wanneer die uit... Oh, domatie hier. Oh, wat een mooie hond.
Heel mooi. Nou goed, daar gaat wel wat water in, denk ik. Duurt wel eventjes. Hey! Beautiful dog. Hey! I like it. Hey! Hello! I think he smells the fish. Hey! Hey! Wauw. Wat een mooie hond. Echt mooie hond. Dat is niet normaal. Is het Dalmatier? Ja. Dalmatier, Dalmatier. Hé? Dalmata. Beautiful. Dit is echt het fijnste compliment wat je kan krijgen van een hondeneigenaar, denk ik. Dat een eigenaar zegt, die dus een hond heeft, normaal gesproken moet hij helemaal niks hebben van vreemdelingen. Dan gaat hij altijd heel snel weg en laat hij zich helemaal niet aaien door vreemde mensen. En ik kon hem gewoon makkelijk aaien. Gewoon de hele tijd. Hoe super fijn is dat? Tenzij hij mij goed wil laten voelen, maar maakt niet uit. Het is hem in ieder geval wel gelukt. Prachtige hond, Dalmatier. Echt prachtig. Maar volgens mij wel een lastige hond om op te voeden. Tenminste, volgens mij heb ik dat wel eens begrepen. Dat het een lastige hond is. Heel veel aandacht nodig, heel veel verzorging, heel veel uitlaten. Maar het is wel echt een prachtige hond. En op nieuwe plekken is hij altijd heel druk, zei die eigenaar. Nou, dat kon je net ook wel zien. Oké, we zetten de camper hier mooi aan de zijkant neer. Zodat er gewoon nog genoeg plek is voor andere mensen. Ja, ik heb hem goed staan. Zo, dus hier laten we de camper even staan. En dan gaan we even lekker douchen. Daar heb ik zin in. Dan hebben we hier het doucheapparaat. En dan hebben we hier de douchemuntjes. 1 muntje is 5 minuten. Dus ik denk eerlijk gezegd dat we het makkelijk met 1 muntje kunnen doen. Want ja, we douchen maar 1 minuut en koud. Dus moet kunnen. Makkie. Nou goed, dames en heren, we gaan even lekker opfrissen. Oh, daar heb ik echt zin in. Oké, dames en heren, er is een beetje veel wind hier over bij de haven. Maar ik sta heel eventjes strak achter de camper. En dit is de camper van Nadine en Noël en Finn. We zijn nu in Stavanger. Maar het vervelende is dat precies vandaag dat we naar Stavanger wilden gaan, is het zondag. En alles is dicht. Maar ook gewoon letterlijk alles is dicht. Gewoon. Of nou, niet alles. Er is één lunchplekje wat we hebben gevonden wat wel open is. Maar voor de rest alle winkelcentra's, grote gebouwen, kleine winkeltjes. Alles is gewoon closet. Is gewoon closed. Is gewoon dicht. Het is wel een mooi haventje hier zo. Alleen het waait dus heel hard. En we hebben regen een beetje. Ja, dat is het eventjes voor nu. Dat is even de update. Ja, ik heb wel betaald even bij parkeren. Het is wel handig dat als je op vakantie gaat naar Noorwegen, dat je een creditcard meeneemt. Want ze accepteren niet overal een normale bankkaart. Maestro en zo. Echt een creditcard nodig. Ziet er wel leuk uit hier hoor, met die gekleurde huisjes weer. Maar goed, let's go. Is wel heel schattig hoor, Stavanger. Kijk hoe dit eruit ziet. Hier is zo'n mooi roze deurtje. Met bloemetjes. Is wel echt mooi. En dit straatje hier ook. Ja, dit is volgens mij echt zo'n typisch toeristisch straatje hoor. Hier links een beetje gravity. En hier al die gekleurde huisjes. Ziet er wel heel schattig uit. Oké, we lopen door naar het etensplekje. Hoi joh. Viel jij nou bijna? Ja. Wat? Hoi joh. Zo, het is inderdaad heel glad, ja. Het is wel echt, echt mooi hier hoor. Zo jammer dat alles dicht is. Dat is echt balen. Echt leuke straatjes allemaal. Zo schattig. Die bar is zo lachen. Die bar is wat? Ja, het is gewoon een taco bar. Ja, hier pick-up. Taco pick-up. Wow. Echt ziek, hè? Ja. Ja, je hebt echt wel leuke plekjes hoor hier. Wow, er is één winkel open. Zo, alle klanten gaan hierheen. Skagen Outdoors te vangen. Hé, dit is wel hard hoor. Hé. Hey. Norway. Is wel echt, 175 euro, jongen. Dat is echt duur prijs hier. 17,50 euro dus. Ja, dat valt wel mee, hè? Ja, je moet alles altijd een beetje gedeeld door... Juist. Dat is dus een beetje de truc. Wil je weten hoe duur iets is? Stel voor het is 400 kronen. Doe je het gedeeld door 10, is het ongeveer 40 euro. Schat, mooie rode. Een mooie rode. Met Norway. Ja, dat is wel vet, hè? 29 euro. Ja. Dat valt allemaal wel. Ik vind het meevallen. Ja, dat is echt nice. Ik vind het wel nice. Scandinavian, boy. Scandinavian. Deze is keihard. Al die vlaggen eronder. Scandinavian Explorer. Ja. Dit is wel echt hard. Check, dames en heren. Hoe vet is dit? Norway. Let's go. Ik heb een nieuwe hoodie te pakken hoor. Ja, deze is wel echt nice hoor. Ja toch? Kijk hoe leuk. En dan een wit mutsje erbij. Dat heb ik ook gevonden. Even kijken. Ja, dat is echt leuk. Je hebt alleen maar XXL. En alleen maar één kant. Ja, dit is wel een nice handschoen, man. Vet, hè? Serieus. Als je berg gaat beklimmen. Oh, hartstikke koud, hoor, joh. Sneeuwballetje maken. Ja, dit is wel bestendig voor elke weersomstandigheden, denk ik. Vet, hè? Ja, echt nice. Zo, het is gelukt, dames en heren. Het is gelukt. Hallo. Hoi. Mede-Nederlanders. Mede-Nederlanders. Oké, het is gelukt, dames en heren. Het is wel een beetje harde wind. Zo, we hebben carbonkoeien. Kijk dan. Die heeft een dikke neus. Goed, in ieder geval lijkt wel op Gandalf. You shall not pass. Maar dan een hele kleine Gandalf.
En Gandalf is leuker. Maar goed, in ieder geval, het regent weer een beetje, waait een beetje. Maar we zijn geslaagd, dames en heren. We hebben een hele tas vol. En het was serieus echt een goedkoop winkeltje. Dus we zijn super blij met de aankopen die we hebben gedaan. Jullie gaan het wel voorbij zien komen in de vlogs. Het was een hoodie sowieso en handschoenen en nog een paar andere vette dingen. Daar komen de boys aan en de girl. Ja, vet hoor. Nieuw mutsje, alles. Allebei. Kijk eens even. Heel nice. Norway. Ziet er goed uit. Eerlijk gezegd. Ik ben benieuwd. Wow, wat is dat? Ik ga echt heel hard lachen. Ik ben benieuwd. Oh, een kerstbal. Maar hij is handgeschilderd aan de binnenkant. Oh, dat is wel vet. Ja, ziet er heel sick uit. Zo, je bent goed voorbereid al voor de kerst. Hoor, dat had ik echt niet verwacht, nee. Dat je nu een kerstbal zou kopen. Nou, ik zal hem goed opbergen bij die boys in de camper, want ja, moet niet kapot gaan. Oké, goed. We hebben even een Italiaans restaurantje hier gepakt. Ik heb er even gekeken. Pasta carbonara. En we gaan focaccia als voorafje doen. Oh, Italiaans eten. Mwah, love it. Dit bedoel ik, dames en heren. Pasta carbonara. Oh, very good, very nice. Mooi hè? Nieuw Mobile Fox hoesje, dames en heren. De nieuwe collectie is namelijk uit van Mobile Fox. Check daarvoor eventjes het linkje in de beschrijving. Ze hebben echt gruwelijke nieuwe telefoonhoesjes in allerlei soorten kleuren en maten voor verschillende telefoons. Gebruik zeker weten even de kortingscode ENZO30 voor 30% korting op je aankoop. Ze hebben ook nog wat andere items zoals accessoires. Dan kan je hem op deze manier dragen met een touwtje. Dus dan hoef je hem niet per se in je zak te hebben. Sommige mensen hebben namelijk broeken aan die bijvoorbeeld geen rits hebben in de zak en dan voel je daar niet fijn bij, want dan ben je bang dat je het kwijtraakt en dan kan je het op deze manier dragen. Je kan hier ook je eigen hoesje personaliseren, blijft een lastig woord, maar dat kan dus serieus. En de droptest heb ik wel vaker laten zien. Je kan je telefoon prima laten vallen of dat nou op gras is of op een voetpad of fietspad of op mijn weg. Het is niet normaal. Deze hoesjes hebben mijn telefoon altijd perfect beschermd. Ook nu ik op vakantie ben, ideaal om een hoesje te hebben. Want je maakt natuurlijk van heel veel dingen foto's, filmpjes. En je wil je telefoon gewoon goed beschermen, want je wil dat soort dingen niet kwijtraken. Dus check even het linkje in de beschrijving bij de aanschaf. ENZO30 voor 30% korting. En een shout-out naar Mobile Fox voor het sponsoren van deze video. En dan laat me weten als je een mooi hoesje hebt gefixt. Zo, dames en heren, gordels om. We hebben een eigen camper gepakt en we gaan er vandoor. Je ziet hier naast mij Noël zitten daar op zijn laptopje. Hij ziet me sowieso niet. Oh, hij hoort het zelfs niet. Oké, nou ja, in ieder geval, zij blijven hier staan. Het is vandaag voor ons zondag en dat betekent alles is gewoon dicht. Er is verder niks te doen behalve van de natuur genieten. En van ja, de rest van de omgeving, alles wat je hier hebt. En ja, toevallig zit er hier 15 minuten rijden vandaan. Een van de beste salmrivieren. Dus daar wil ik natuurlijk eventjes gaan kijken. De rest die blijft hier. Die gaat even chillen. Die gaat even boodschappen doen. Die gaan gewoon even een dagje even helemaal niks. Ik kan heel moeilijk een dagje niks doen. Dus ik had niet zo heel veel zin om hier de hele dag op de camping te blijven. En ik kan altijd natuurlijk leuke spelletjes doen en zo. Maar het is nog maar 4 uur in de middag. Dus dan wil ik het liefst nog even een paar uurtjes van de middag en begin van de avond even iets actiefs doen. En dan kunnen we vanavond wel even een paar uurtjes chillen. Dus dat is een beetje de planning. Dus wij gaan met z'n tweetjes op stap. En dan gaan we even zien wat we weer meemaken en op wat voor plekken we terechtkomen. Het is dus niet heel erg mooi weer. Het blijft ook de hele dag hetzelfde. Een beetje harde wind en regen. Daar moeten we het maar mee doen. Ik bedoel, dat is wel eigenlijk voor grotendeels Noorwegen. Bye! Noorwegen is eigenlijk over het algemeen wel vaak regen. En als je dan een keer zon hebt in de zomer, dan is het ook gewoon meteen heel erg genieten. Maar verder moet je het maar doen met de regen. We kunnen niet anders. Precies. We hebben in ieder geval een nachtje bijgeboekt, dus we hebben in ieder geval een slaapplekje voor vanavond. Dus dat is helemaal top. Nou, zeggen we even doeg tegen de reception! Kijk nou lief. Een paar schaapjes onderweg. Meh. Meh. Oh. Meh. Dit is zo grappig. Boah, deze hiervoor, die is echt heel schel of zo. Maaah! Oh, dit is geniaal. Ja, later. Meh. Zo mooi. Dat is zo'n grappig geluid.
Yo, sommige waren echt heel schel en gewoon niet echt schaapachtig of zo. Maar je hebt heel veel schapen hier in de omgeving. Echt super mooi, hè? Niet normaal. Zo, kijk ook daar in de verte. Kijk de zee daar verderop. Kijk eens hoe mooi. Oh, daar kan je gewoon surfen, joh. Zo, gewoon golven. Ja. Zo hard waait het. Oké, dames en heren, daar gaan we. Ik heb hier twee hengels bij me. Ik heb een schepnet, handschoenen, tang om los te maken eventueel. Ik heb alles. Myron die blijft bij de camper en dan komt ze misschien straks nog even kijken. Kijk eens even. Zo, dit is in ieder geval een mooi rivier, hè, dit. Non de jus, heel mooi. Gaat helemaal zo bij de zee. Kijk dan. Super mooi. Even kijken, welke ga ik erop doen? Oi, 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 wat zou werken hier? Ik weet het niet, hoor. Ik denk dat ik op één hengel deze ga doen. En op de andere hengel doe ik een shedje. Zo eentje als dit. Maar dan een minder zwaar loodkopje. Shoutout naar Daniel voor het lenen van zijn hengels. Echt top. Dat vind ik wel echt het moeilijkste aan het hele vissen, die knoopjes. Dat is echt even een dingetje wat je onder de knoop moet krijgen. En ik ben er nog steeds niet de beste in. Maar het werkt wel, anders vang ik niet zoveel vis. Dus de knoopjes zijn toch strak genoeg. Maar is het ook strak genoeg voor de zalm? Ligt er überhaupt zalm? Die vragen ga ik voor jullie beantwoorden zo. De reden waarom ik twee hengels heb meegenomen is omdat ik dus met één shedje kan vissen. En met de ander een blinker. En dan hoef ik niet de hele tijd te verwisselen. Dan kan ik gewoon de ene pakken, de andere pakken, de ene, de ander. Ja, ik heb nu de luxe dat ik drie hengels bij me heb. Of nou, in dit geval twee voor maar één persoon. En als Myron straks komt, dan kan ze meevissen als ze wil. Ik ga de spullen hier laten liggen. Het is wel een mooi keeltje hier. En dan ga ik een stukje naar links lopen en dan gaan we maar zien. Wow. Oké, ik weet niet of jullie het zagen met deze camera. Maar daar bij de brug zag ik een super dikke zalm uit het water springen. Ik zie daar verderop ook. Oh my god. Ah, dit is wel een hele goede plek hoor, hier blijkbaar. Ah, ze moeten hier overal liggen. Hier heb je dus de mooie brug. Kijk eens even. Dit is een mooi plekje. Zo, dit is heel mooi. Oh my god. Hier was een dikke plons. Een hele dikke plons hier. Als ik een zalm wil vangen, dames en heren, dan is dit misschien wel de plek. Ik heb er al twee hele grote zien springen hier, dus ja. Oh my god. Oh my god. Ik gooi mijn aasje serieus tegen de brug. En ik ben niet de eerste, want ik zie er al een lijn hangen. Maar ja, deze ga ik wel even fixen. Oh, wat ben ik soms onhandig. Ongelooflijk. Zo stom dit. Oh my god, hangt dit hier. Holy moly. Oh my god. Oeh, zag je dat? Zag je dat? Holy moly. Er sprong twee keer een knijterschote zalm. Oh mijn god, hier sprong alweer een zalm. Die zag je waarschijnlijk op de andere camera. Oh my god, daar sprong alweer een zalm. Het is niet normaal, het is gekhuis hier. Ik ga nu met de blinker. Zo. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god, dat is toch niet normaal. Ik heb het idee dat die blinker helemaal niks doet. Echt helemaal niks. Het is zo frustrerend als je de hele tijd die vis ziet, maar gewoon geen één keer in de buurt zit van beet krijgen. Tenminste, dat gevoel heb ik. De camera viel om. Het zal wat zijn. Vang ik mijn eerste zalm? Staat hij niet op beeld. Moeten we niet hebben.
Oké, nou wauw. Ja. Ja, ik weet ook niet wat we moeten doen. Ciao. Oh my god. Nadine, Noël en Finn hebben schade gereden met de camper. Ze gingen onder een tunnel door die te laag was. Ja, dat is balen. Dat is vervelend. Oké, nou, het gaat helemaal goed komen met de schade. Ik ga verder vissen. Kom op, zalmpje, zalmpje. Kom naar me toe, zalmpje, zalmpje. Laat me je vangen. Holy moly. Dames en heren, op dit moment is dit het uitzicht wat ik heb. En ik heb eventjes iemand gesproken hier. En die heeft mij verteld dat het vandaag sowieso wel een taaie dag is. Op internet kan je een vergunning kopen. Dat was €42. Dus wel prijzig voor een 1:30 'smiddags tot 12:00 s'nachts kan je dan vissen. Dus dat is wel prijzig. Maar ik had sowieso begrepen dat een licentie en alles in Noorwegen wel prijzig is. Maar ik vind het uiteindelijk wel waard. Want een van mijn visdromen is nog wel een zalm vangen. Laat staan helemaal zo in mijn eentje dat alles van begin tot einde lukt. Maar het zit er niet in vandaag, want het heeft niet genoeg geregend en ik zag heel veel zalm springen op het begin, maar nu is het echt al 10 minuten lang rustig. Ik zit wel op een heel erg mooi plekje hier en ik geniet echt van alle rust. Het is ongelooflijk. Dit is het plekje wat ik heb en ik heb hier de visengels en het visnet even neergelegd en dit is het hutje. En er is wel iemand geweest die wat heeft gevangen. Kijk, zalm wordt natuurlijk gevangen en opgegeten. Er zit hier namelijk wat bloed op deze haak hier en dat is best wel vers. Dus dit is sowieso een hutje waar mensen even kunnen komen, even hun hengel neer kunnen zetten en dan eventjes lekker kunnen chillen of als het regent of zo. Dan zit ze even overdekt. Ja, dat is dus precies wat ik ook aan het doen ben. Ik ben hier ook even aan het chillen. En toen ging ik even op mijn telefoon en toen dacht ik van hoe gaat het bij Noël, Nadine en Finn die schade hebben gereden met de camper. En toen kreeg ik dit filmpje binnen. Er is even wat gebeurd wat echt niet goed is. Wij zijn op zoek. We waren op zoek naar een. Wij zijn dus weggegaan van Enzo en Miron. En wij gingen op zoek naar een supermarkt om boodschappen te gaan doen. Dat was wat goedkoper met eten. En we even wat te snacken altijd in de camper is belangrijk. Alleen de supermarkt was dicht. Het is zondag. Dus wij op zoek naar een nieuwe supermarkt die wel open was. Alleen daardoor, of daarvoor, moesten wij langs een bruggetje. En er was even niet goed opgelet. Dus zoals je er ziet, we hebben heel dat glazen klep wat erop zit. Is afgevlogen en je ziet wel, het is super moeilijk om hier nou weg te komen. Dus gelukkig heeft Finn nu dit gevonden. Dit is om blijkbaar een metertje waarmee je de banden leeg kan laten lopen en weer vol kan maken. Maar ja, zoals jullie zien. Ik ben ook bang dat onze hele zonnescherm is. Die is sowieso kapot. Ja, kijk, het is hier helemaal kapot. Echt niet top. En hier ligt nog een deel van dat plastic ding. Ik kijk nu in de bus. Oh. Dit is echt niet goed. Oh, ik mag hier echt niet om lachen. Oh, dat is echt niet goed. Oh. Dit meen je niet. Oh, dit meen je niet. Na het zien van deze beelden zei ik meteen in de app van oké, ik stop het vissen meteen, laat maar zitten. Ik ga terug naar de camper en we komen naar jullie toe, want ik had niet verwacht dat de schade zo erg zou zijn. Ik dacht serieus, dat begreep ik ook uit de spraakopname van Noël. Ik dacht serieus dat alleen het dakraampje vast zat en dat ze de banden leeg moesten laten lopen om verder te kunnen rijden. Dan ga je naar een tankstation, blaas je de banden weer op met lucht en dan ga je kijken van oké, is het erg genoeg? Moeten we de camper naar een reparatieplek brengen? Of kunnen we gewoon met deze kleine krassen of wat dan ook doorrijden? Nu heb ik gezien en jullie ook aan dat filmpje dat het niet het geval is en dat de schade wel echt erg is. Want als je serieus in de camper staat en zoals Noël filmde, je kan gewoon letterlijk het hout zo helemaal krom zitten. Ja, dan heb je lekkage. Dus dat gaat niet goed komen. En ik vertelde het zo net nog aan jullie dat Noorwegen bestaat ook uit heel veel regen. Dus dat betekent dat dit nog wel een staartje krijgt en dat we dus op zoek moeten gaan naar een plek waar je een camper kan laten repareren op dit gebied, in dit geval.
Oh, balen. Ik vind het heel sneu voor Nadine, want ik hoorde dat Nadine aan het rijden was. Dus ik vind het heel sneu voor haar. Maar ja, dit gebeurt. Het kan. Ja, het is echt flink balen. Ik kan er verder niks anders van maken dan dat op dit moment. Dus ja, goed. Ik ga mijn hengels pakken, het net. En dan loop ik naar Meijer en ja, dan is dit het visavontuur hier op Zalm bij deze rivier. Het is wel echt een prachtige rivier, een mooie plek. En ik weet ook zeker dat je hier wel goed zalm kan vangen. Maar voor mij helaas niet vandaag. Dus mijn zalmdroom moet ik nog eventjes aan me voorbij laten gaan. Die laat ik even varen. Oh, je hebt de boot gemist. Oh, je hebt de zalm gemist. Oh, 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 laat die zalm maar varen. Ja, dat is het. Goed, ik ga snel terug. Ik vind het echt sneu voor de rest. Dus ik wil ze helpen waar mogelijk is. Ik weet niet hoe ik ze kan helpen verder. Maar we gaan er in ieder geval even heen. Al is het eventjes voor de support. Is wel belangrijk. We zijn uiteindelijk met z'n allen op reis. Dus dan vind ik wel dat je even hulp moet aanbieden. En niet dat ik hier lekker in mijn eentje sta te vissen terwijl zij aan het stressen zijn. Dus laten we dan maar met z'n allen stressen, toch? Dus ik ga erheen. En wordt vervolgd. Oké, dit is de situatie op het moment. We hebben alle fin, eigenlijk vooral, heeft alle banden helemaal laten leeglopen. En we gaan nu met zoveel mogelijk man hier druk op zetten, zodat die voorkant naar beneden gaat. En dan gaan we proberen dus het laatste stukje naar achter te rijden. Ja, dit is wel even een avontuur. En ook iets wat wij allemaal nog nooit hebben meegemaakt natuurlijk. En Enzo en Miron zijn gelukkig onderweg hier naartoe. Maar we proberen het al grotendeels zelf te regelen natuurlijk. Want ja, het is ook ons probleem. Wat gebeurt hier allemaal? Oh my god, wat gebeurt hier? Ja, nice! Nice! Thank you, people! Oh my god. Ja, stop. Wow. You're heroes, you're heroes. You're literally heroes. Oh my god. Oké, weer even iets later, half uurtje. We zijn dus naar die shop geweest daar. Maar ja, daar is uiteindelijk helemaal geen plakband of iets dan ook. Dus ik zag hier allemaal huisjes. En ik ben nu gewoon letterlijk huis voor huis aan het langsgaan om te vragen of iemand tape heeft. Dus ik heb nu deze geweest, niemand was thuis, nu bij deze. En hier was iemand thuis, dus die gaat even kijken of er tape is. En hopelijk dat wij ons dakraam kunnen afplakken, dat we niet allemaal shit naar binnen. Het regent nu heel veel. Dus ja, ik hoop dat iemand hier tape heeft. Ik ga eigenlijk al huis langs voor die tape. Het moet iemand hebben. En ja, hopen dat we het kunnen afplakken en dat we terug naar huis kunnen gaan. Want ja, we kunnen met open dak gaan rijden, maar het is niet slim. Want er heel veel glasscherven zitten nog los en het is heel gevaarlijk. En we moeten dat echt eerst even dichtmaken. In de tussentijd zijn hun trouwens de banden aan het oppompen met de compressor die in die camper zat. Dus dat is ook top. Dus dat wordt ook geregeld. Maar dat duurt alleen heel lang natuurlijk, want dat gaat allemaal op de batterij van de auto. Dus ja, dat is allemaal heel kut. Maar we need to deal with it. Ik denk dat het allemaal goed gaat komen. Alleen het was gewoon een ramp. Ik ben nog nooit zo blij geweest met plakband. Maar ik heb plakband en een zakje chips. Lekker. Maar ik heb plakband. Dus we kunnen nu eindelijk alles gaan aftapen. En dan kunnen we hopelijk naar de banden vertrekken. Want die staan al best wel een paar uur. Yo, we zijn er weer. Ik ben weer langs wat huis geweest. En super, ik heb weer tape. Want we kwamen tekort. En ik heb weer Red Bull gekregen. Nee, grapje. Dat koop ik gewoon zelf. Maar het is jammer dus. Hier is dus dat supermarktje. En we zaten daar dus te kijken voor tape. En daar is dus gewoon niks van tape. Helemaal niks. Dus ik ben nu elke keer, want niemand heeft echt een volle rand of zo. Dus ik ben nu al 3 keer op en neer geweest om gewoon langs huis te gaan. Of ze tape hebben of iets van plakband. Maar ik heb weer tape. Ja, het lijkt op een wc-rol, maar het is iets van tape. Dus we gaan hier weer mee proberen het dicht te plakken. Kijk, Finn is al bezig. Die zit hier op het dak. Die zit op het dak het dicht te maken. Met de stofzuiger zit hij al het plastic op te zuigen. Dus ja, we zijn allemaal lekker bezig. Ik weet niet of jullie me kunnen horen. Maar we zijn ook in de tussentijd alle banden weer aan het oppompen. Deze is al klaar. Die daarachter is al klaar. Deze is nu bezig, zoals jullie zien. Ja, die is bijna klaar. En we hebben nog 1 band, dat is de achterband. Die moet ook nog gedaan worden. Maar als deze band dus is gedaan, deze 2, dan kunnen we gaan. Finn is dus nu het laatste deel van het dak aan het doen met plastic. En met tape. En dan hopen we dat we weer weg kunnen en weer kunnen vertrekken. We hebben nu ongeveer hier zo'n, 2 uur gestaan. Maar we komen er wel. We komen er wel. Kan gebeuren. De vader van Finn zei ook al, dit is gewoon een verhaal. Iets wat je hebt meegemaakt. En dan kan je weer later aan je kinderen vertellen. Of aan je kleinkinderen als je ouder bent. Het is gewoon een prachtig verhaal. Je moet positief zien, jongens. Wauw. En wauw. You're my hero. Thank you. Hey, ik fix al die tape. Ik krijg gewoon nu weer tape van iemand. What the fuck? Oké, jullie gaan niet geloven waarvoor ik nu weer op pad ga. Voor tape. We gaan weer op zoek naar tape, jongens. Kom maar mee. Mooie huisjes. Allemaal op zoek naar tape. We hebben nu 2 of 3 rollen tape doorheen zitten. De banden zijn nog steeds aan het oppompen. Dus we kunnen ook niet naar een bouwmarkt rijden. En als ik keek naar de tijd net. Het is al bijna 9 uur. Er is geen bouwmarkt hier meer open. Dus we moeten gewoon verplicht hier gaan rondvragen. Of ik.
voor tape. Maar ja, dat vind ik geen enkel probleem, jongens. Ik ga wel zoeken naar tape, dat is echt top. Ik zat ook net met een man te praten, bij zo'n huis, die helaas geen tape had. Maar die zei ook van, ja, elke maand gebeurt het hier wel dat mensen tegen die brug aankomen, omdat ze het gewoon onderschatten. Het is ook een hele gekke brug, ik kan ook gewoon beuren. Het is helemaal niet erg dat het bij Nadine niet toevallig gebeurt. Misschien kon het ook bij een van ons gebeuren dat we het echt even niet zagen. Maar ja, het is gewoon, het eerste stuk kan je gewoon doorheen rijden. Alleen het einde is 2,10 meter en daar kan je niet langs, omdat het net te stijl gaat omhoog en dan te kort, ja. Is gewoon zonde. Maar ik heb een nieuw huis gevonden. Let's go op zoek naar tape. Nou, jongens, ik wil niet stoer doen, maar ik verdien een tape counter. Echt waar. Ik ben helemaal naar de achter gelopen. Al die huizen afgegaan. Heel veel, echt zoveel verhalen meegemaakt met mensen. Als een man in een rolstoel, die kon niet naar beneden. Als een man, ik zoveel meegemaakt. Zoveel verhalen gehad met mensen. En nu weer van super lieve mensen tape gekregen. Die niet eens Engels konden, maar ik ging gewoon uitleggen. Zo, en... Oh jee, yeah, yeah. En dan gingen ze zoeken naar tape. En ik heb weer tape. Nou, ah, vierde rolletje, let's go. Hey, tape. Let's go. Ja, serieus, ik ga weer voor tape. Ik heb zo'n dikke rol gekregen. Maar het beste is grijze tape. Dus Finn gaat nu met heel veel met dat doorzichtbare tape doen. Maar we hebben nog zo'n rolletje eigenlijk nodig. Ja, er gaat zoveel tape doorheen, jongens. Je moet allemaal zo tik tik tik. Dan moet plastic zak overheen. Tik tik tik. Dan plastic zak overheen. Tik tik tik. Daar strak overheen. Dus als je dat niet goed doet, dan kan er komen dat in deze week, want we moeten nog een week met de camper dat er water tussen komt of wat dan ook. Jullie zullen vast afvragen waarom heb je 4 rollen nodig. Daarom dus. En natuurlijk zijn alle rollen die ik krijg niet helemaal nieuw uit de vers uit de verpakking. Dus ja, maar ik heb weer een nieuw huis gevonden. We gaan er weer voor. Nu heb ik een voorbeeldje. Want ik merkte net dat ze niet goed begrijpen tape, wat dat betekent. Of niet iedereen kan hier heel goed Engels. Dus ja. Oh, maar dit ziet er wel heel verlaat uit. We gaan even kijken, jongens. Even kijken hoor, even de happy dance. Want we hebben weer tape. Hey, hey. Let's go, boys. We hebben weer tape. Je 8 huizen verder, maar we hebben het. Helemaal top, jongens. Ik ga weer tape brengen. Ah, ah. Heftig leven. Yo, koning tape is weer aan het werk gezet. We zijn nu al deze huizen al langs geweest. We zijn geslaagd om 1 rolletje tape weer te getten. En dit is speciale tape, jongens. Die man vertelde, er zit plastic in. Extra strong, not that wide. Dus niet al breed, maar is wel heel sterk. Super lief. Dus we hebben weer een rolletje. Ik denk, ik heb 6-7 rollen gefixt. Dat is wel goed genoeg. Nee hoor, want die is ook gewoon aan het werk. Die zit nu ook tape rollen te fixen. Dit is gewoon tape dag. Dat is niet normaal. Oké, ik ben aangekomen op het dak bij Nou, kijk, dit rolletje tape had ik dus net gekregen. Dat is van bouwvakkers. En die zeiden, er zit plastic in. En dat is dus waterdicht. Dus we hebben aan de rand bekeken. En we zagen dat hier een klein gaatje zit. Dus we zitten nu op bolletjes te maken van dat waterdichte tape. En dan doen we meteen eromheen. Ja, en doen we zo meteen dus een paar tapejes eromheen. En dan gaan we dus die hele zware zak hier omheen leggen. En dan hopen we, want kijk, we moeten echt een flinke tocht maken, jongens. We rijden misschien nog wel 500 kilometer. Wel meer zelfs. We moeten ook nog naar huis, inderdaad. Dus dit mag geen 1 keer meer open gaan. Of dat we daaraan moeten zitten. Dus het moet nu echt in 1 keer zo goed gebeuren. Dus dat wordt wel een ding. Maar we gaan ervoor. Wij zijn niet de allereerste. Dus het gebeurt nee. Iedere week dit. Ja, ik. I saw it. Ja, ik heb net een man gesproken. En die man zei inderdaad van, dit is een maandelijks iets. Ja. Oké, jongens. Zij, de vrouw die we net zagen, die net daar wegloopt. Die gaat voor onze schaar halen nog meer tape. En dan denk ik dat het voor ons handig is om zakken weer te gaan halen. Een aanklacht in te dienen voor het kleine bord. Ja, kijk jongens, hier pas je... Opletten, ja? Ja, sorry. Nadine, beter opletten. Nee, dit is dat bord. Maar kijk, je kan er makkelijk tussen. Alleen daar dus niet. Dat was een beetje een foutje, hè? Ja, nu al een glas opruimen. Hey. Kijk, trouwens, hier zien we nog de verdere schade. Dit. Oh, ik gooi de tape erop. Nee, kijk, hier zie je dus dat hele zonnepaneel is gespleten. En je ziet hier, ja, schuurschade, zulke dingen. Maar gelukkig niet het dak en gelukkig ook niet dit. Maar ja, het is wel dat. Oké, jongens, we gaan heel even weer naar de bowlingbaan. Weet je wat helemaal... Ja, jongens, ondertussen hebben we hier zoveel vrienden gemaakt, dat is niet normaal. Dat komt allemaal door dat tape en om te kijken of we slushpuppies hebben. En meer zakken. Want Nadine is dus blijkbaar hier geweest. Jongen, oh, kijk, hier... Oh, Nadine had echt de jackpot te pakken. Hallo. Hey, hier. We don't need more tape, but we need more plastic bags. If you maybe got that. Ja. Kijk, we gaan nu even, jongens, als je dat nog niet had gezien, even langs de bowlingbanen. Oh, hier, Timmerhok. Oh, we need this one. Oh, dat is joke. Oké, wat heb je? Hey, yo, maat! Wow. Kijk, zo gebeurt dat dus, jongens. Van tape naar bowlingmachine. Nou, top toch?
Thank you. Oh, mooi spul. Kijk. Oh joh, ik wist nooit dat dat zo gebeurde. Kijk, die gaan allemaal hierin. Dan gaat dat via hierboven. Wordt dat in een mandje gezet. En dan wordt het hier in die dingen gegooid. En dan wordt het hier weer neergezet. Hoe fucking slim. Follow the leader. Wow. Daar zijn de bakjes. Wow. Oh my god. Yeah, we need it all. Can we get it all? Wow, you're the best. You're literally the best. Show me one more thing. Okay. Whoa. Where are we going? Whoa, yo. Oh my god. Dit is zo vies. Of vies, ziek. Dit is gewoon een... This is cool. Dit is een verlaten zwempark. Kijk, je ziet daar nog de glijbanen. Dit is zo ziek. Er is een jongen verdronken hier en daarom ze dicht moeten gooien. Nou, deze topper. Ik weet even niet meer haar naam. Cecilia. Oh. I can make it by myself. Ja. Yeah. Ja, ik dat even maken, jongens. Ik zou gewoon lekker twee verschillende smaakjes doen. Precies. Kan je lekker bij elkaar pakken. Deze. Lekker tot de rand. Oh, die vee gaat toch blij met mij zo, jongen. Jullie moeten blij zijn met mij dat ik deze meid als best friend heb nu. Die is zo fijn, hoor. Hup, en blauw? Doe deze. Doe maar blauw. Blauw is lekker. Blauw is lekker. Kijk dan. Zij is zo'n topper. Ja. Nou, we zijn terug bij Finn. Maar die heeft dus nog een volle teen gekregen van die vrouw. En wij hebben natuurlijk het cadeautje voor... Wacht, ik pak er eentje aan, ja? Kijk, voor deze man. Voor deze harde werker. Ook eentje voor mezelf. Maar we hebben dus nu... Ja, Finn is al de hele tijd bezig. Moet even applausje in de chat voor Finn. Maar man is dit aan het duct tapen als een hero. Echt serieus. Als hier water doorheen komt, jongens, ik weet echt niet wat we dan fout doen, hoor. Dit kan gewoon niet. Eigenlijk is de final test als iemand erop kan zitten. Nee, oké. Gaan we dat nu doen. Nou, we zijn klaar. Het begint nu keihard te regenen. Het begint nu flink te regenen, dus we moeten stoppen. Dus we hebben niet alle tape kunnen opmaken. Maar ja, als tape nat wordt en je wilt er overheen gaan plakken, heeft geen nut. Verpest het alleen maar. Dus ja, we gaan nu even nog terug naar binnen om een Polaroid fotootje te maken met die meid. Want die heeft super goed geholpen. Ook die vrouw trouwens met de schaar mochten we houden. En al die tape, dus dat is echt helemaal top. Oh, het gaat nu heel hard regenen. Oh. Kijk, zo ziet het nu uit van binnen. Dat heb je goed gedaan, Finn. Dankjewel. Dat heb je echt goed gedaan. Hier al dit troep. Maar ja, we gaan dus nog even snel naar binnen. Even bedanken voor dit allemaal. En dan gaan we naar Enzo en rond. Oh ja, en ik heb me gesneden. Maar dan moet ik nog even pleistertje op. Hi. Help me. Oh my god. I'm gonna die. Help me. Oh yes, thank you. I have no hands anymore. Nou, nee. Maar ik wil het graag... Waar is het wondje, schat? Ja, hier. Waar? Ja, hier. Kijk. Oh jee. Ja. She threw a knife at me. No. She was mad. I have no idea. Thank you. We krijgen weer echt popcorn. Echt onze nieuwe vriendin. Ja, echt onze nieuwe vriendin hier gemaakt. Maar we gaan er nu eindelijk vandoor. We hebben echt alles bekeken. We krijgen nu weer popcorn. Dus dat is echt helemaal top. Thank you very much. We staan op dit moment bij een parkeerplaats van de supermarkt. En we hebben nog eventjes contact gehad met de rest. En die zeggen van ja, je kan hier wel heen komen. Maar ik zou niet weten eigenlijk wat je moet doen. Er is niet echt een meerwaarde van om hier heen te komen. Ik bedoel, we zijn alles aan het oplossen. En gaan maar gewoon naar de camping toe. En dan zien we jullie daar wel. Wij doen ook wel boodschappen. Nou. Toen zeiden, hij staat nog op contact. Toen zeiden Marvin en ik van nee, maak je geen zorgen over boodschappen of eten. Wij gaan sowieso wel naar de supermarkt, ook al is het omrijden, maakt niet uit. Dus we staan nu bij de supermarkt en dan gaan wij even boodschappen doen. Dan hoeven zij zich daar geen zorgen over te maken. En ja, dan moeten we maar even kijken hoe we het gaan oplossen. En ik moet straks zelf maar even de schade goed bekijken en even foto's maken. En uiteindelijk zijn Marvin en ik degene die deze twee campers geregeld hebben via GoBooney en via een camperbedrijf. Dus daar moet ik me even contact mee opnemen en even foto's sturen en even advies vragen. En hoe dat eigenlijk normaal gesproken gaat als je je schade rijdt. Dus dat gaan we even navragen. Dus ik ben benieuwd. Eerst even boodschapjes. Boodschapjes en overal meel, hè, hier. Ja, dicht bij de zee nog steeds. Ja, je hoort ze altijd. Ja, goed, we laten de camper hier even staan. Even snel boodschapjes doen. Gaan we even voor wat lekkers te eten zorgen vanavond. Oké, dit was duidelijk niet de supermarkt waar we op hadden gehoopt. Dit was echt een hele, hele kleine. Echt een beetje zo'n nachtwinkeltje, weet je wel. Waar je alleen maar snoep en koekjes en andere lekkere dingetjes kan halen. Dus we gaan op naar de volgende supermarkt. En dat is dan misschien wel de supermarkt waar zij staan. Ja. Uiteindelijk is het gelukt. We hebben chips, nachos, kaas. We hebben bolletjes, verschillende soorten. En we hebben lekkere
Kellogg's. Nou, daar gaan we het mee doen als avondeten. We gaan de knakworstjes bakken waarschijnlijk. We hebben alleen geen mayo of ketchup kunnen vinden. Super vreemd eigenlijk dat in die supermarkt geen mayo of ketchup te halen was. Maar we staan letterlijk naast de receptie hier voor het beste internet. En ik begin een beetje jeuk te krijgen. Dat betekent dat mijn baard te lang is. Dus ik ga mezelf even scheren. Ik heb eventjes gekeken op de locatie van Finn, Noël en Nadine. En die staan nog steeds op dezelfde plek waar ze eerst stonden toen ze pech hadden. En ja, ze willen verder niet dat we komen, want het heeft gewoon geen nut. Dus ja, wij staan nu op de camping. We hebben onszelf geïnstalleerd. Ja, we gaan maar gewoon wachten tot ze terug zijn. En dan moeten we maar even kijken hoe we het gaan fixen. Ja. Want hun hele dakraam ligt er dus gewoon uit. Ze hebben gewoon geen dakraam meer. Heb je wasmuntjes? Yes. Oh, nice. Precies, dan ga ik nu even onze vuile was wassen. Ja, dat is nice. Nou, dan ga ik even lekker scheren. Ja, dan loopt het dagje toch in één keer heel anders dan gepland, hè? Ik hoop gewoon heel erg dat we het snel kunnen oplossen. Zodat we natuurlijk weer verder kunnen gaan met de reis. Dat hoopt iedereen. In het ergste geval moet misschien de camper ergens een dag staan of twee dagen om te laten repareren. Als ze tijd hebben. Maar goed. Even wachten tot ze terug zijn en dan kunnen we echt precies kijken hoe en wat. En even vragen aan een campervuurbedrijf en zo hoe en wat. Dus ja, er zit niks anders op dan wachten. En even lekker scheren. Boom! Oh, dit is zoveel beter. Dit is echt nice. Dit voelt ook weer super lekker fris. Wat eten we? Ja, hotdogs dus. Of nou ja, hotdog. Op een hotdogbroodje. Met chili saus, omdat we geen mayo en ketchup konden halen ergens. Met twee knakworstjes. En alle drie de winkels waar we waren, waren dus kleine winkels. Maar ja, dat is dus een zondag in Noorwegen, denk ik. Ja. Nou goed, ze zijn er nog steeds niet. Nee, maar we hebben vanmiddag een pastaatje gehad, hè. Dus dat was wel onze grote maaltijd. Dus een beetje broodje naar binnen werken en we zijn klaar. Ja, dat is waar. Dus nou ja, we zijn nog aan het wachten op dat ze hier aankomen. Maar ze hebben echt van alles gedaan. Het dak tapen en alle... Ja, nou, we zullen het straks allemaal horen. Ik ben benieuwd. Nou, gaan we even naar buiten, hè? Gaan we naar buiten? Yay! Welkom op de camping! Wat wij vandaag hebben meegemaakt allemaal, verlaten zwembad. Ik heb alles gevlogd. Verlaten zwembad, bowlingbanen, slushpuppy, reparatie. Ik heb zoveel gedaan. We hebben allemaal huizen langs geweest, duct tape verzameld, scharen gekregen van mensen. We hebben hele... Ja, in ieder geval genoeg. Bro, we hebben... We hoeven nooit meer een prullenbak in huis. Ik heb vuilniszakken gekocht. Wow, we hebben zoveel gekregen. Hey, maar het klinkt alsof jullie gewoon een leuke dag hebben gehad. We hebben echt een leuke dag gehad. Ik heb de hele tijd op het dak gezeten. Ja. Ik heb de hele tijd op het dak gezeten, maar ja. En weet je wat nou ook nog wat ziek is? Nou? Het is nog stiller in de camper dan eerst. Gewoon geen wind. Komt daar niks meer. Oh, sorry. Komt daar niks meer doorheen. Ik ben benieuwd. Ja, ik ben ook wel benieuwd. Je moet van boven kijken. Ja. Hieronder zie je alleen maar een blauwe. Maar Finn heeft het echt goed gedaan. Hey, maar dit is wel een mooie blauwe lucht de hele tijd. Ja. 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 Erg ziek. Bij ons staat het helder in de lucht. Ja. Maar die hele zon. Ja. Zoveel leuke mensen ontmoet. Ja, die zonneklep is ook helemaal krom geslagen. Kijk dan, daar aan de zijkant zie je zo'n bochel. Dus ja. Ja, die is wel kapot, ja. Het zonnescherm. Maar hoorde je hard geluid toen je eronder ging? Hij zat daar en kreeg zo'n blok op zijn kop. Wie? Ja, Finn. Kreeg je een blok op je kop? En ineens kijk ik zo'n stuk glas op mijn kop. Dus jij schreeuwde. Maar jullie hadden niet zoiets van dat is te laag. Die mensen zeiden letterlijk dat het iedere week gebeurde. Ja. Dit, met werkbusjes. Maar het is zo'n verleidelijk iets. Want het was zo'n grote opening. En dan staat er zo'n klein bordje. Dus je gaat in zo'n hele zieke grote opening. Maar alleen op het einde gaat in één keer het heel stel omhoog. En is die brug gewoon... Maar het was dus ook zo, ik zag dat zo en ik wilde ook eerst nog zeggen van kijk even of we erin kunnen. Maar toen zag ik dat zo hoog als oh dat lukt wel. Toen keek ik niet meer, toen gingen ze omhoog. Holy shit. Ja, dat was echt kut. Maar reed je hard? Nee. Ja, nou gewoon wel. 15, 20. Ja. Oké. Wow. Ik zweer echt ziek wat we hebben meegemaakt vandaag allemaal. Jullie ook echt kijk, dikke gaten in mijn handen. Wat hebben we gedaan? Ja, we hebben gesneden. Oei. Lekker man. Maar valt wel mee. We hebben gratis popcorn gekregen. Ja, echt? Gratis slushpuppy. Ja, echt. Omdat ze jullie zielig vonden. Oh damn. Maar we hebben ook een verlaten zwembad gezien. Ja, dat was echt ziek. Maar dat heb je allemaal gefilmd? Ja, alles. Hele verhalen, waarom het was gesloten. Oei joh. Echt ziek. Hebben ze een rondleiding gegeven ofzo? We mochten zelf gewoon zijn. Nou, ik ben boven, als ik ga sluiten, dan moeten jullie wel eruit, maar gaan jullie gang? Ja. Serieus? Ja, rondlopen, wat? Oude sauna's, een laser game hall. Maar voor de rest is hier niks kapot aan. Oh ja, ik zie hier. Wel een scheur in. Ja, ik zie daar een scheur in dan.
Maar dat gaat niet lekken of zo. Dat is niet naar buiten. Nee. Oké. Okay. Je ziet ook aan de buitenkant, het dak is helemaal niet beschadigd. Alleen dit en dat glas is het dus. Ja, zonnebankscherm. Zonnescherm. En het raam. Ja. En hoe kom je op het dak dan? Ja, ik heb gewoon de deur open gedaan. Toen heb ik eerst de benen hier gewoon al te kunnen op het dak geklopt. Want kan je de bovenkant eens laten zien dan? Ja, deur eraf. Ik heb dus met tape, met verschillende soorten, echt allerlei tape van iedereen gevangen gewoon. Noël en Nadine zijn dan allemaal langs de huizen gegaan. Ja, dit is ervan geworden. Of dit is... Dus hier zo'n mooi rempje, zodat de wind zo lekker weg gaat gelijk. Dit heeft een tip van mijn vader. Na een hele dag alleen maar bezig zijn geweest, is dit wel echt het beste. Lekkere knakworstjes. Ja, dat is echt top, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Oh, en die broodjes ook, zijn ook... Ja, dat zijn hotdogbroodjes. Oh. Kijk hoe blij die is. Ja, erg blij. Ja, dat is wel blij als wel. Nou, maar wel balen, man. Ja. Ja. Ja, veel balen. Ik baalde ook echt waar ik achterin zat. Wat dan? Ja, anders had ik denk ik wel gezien dat dat niet, gewoon niet te redden was. Het was ook... Wat was jij aan het doen dan voorin? Nou, ik zat al mee te kijken, omdat... Nee, ik zweer het, ik ben serieus. Het ging al... Nadine is altijd een beetje gestrest of zo in die bumper. Ja. Of in de ding. Maar ja, zij wil heel graag rijden natuurlijk, omdat wij altijd al heten rijden. Je merkt al, het ging een beetje stroef en dan ging... Oh nee, ik vol op de rem, ging bap en de klok. Dat was gewoon gevaarlijk. Dus ik ging toen al voorin naast haar zitten. Ging het al wel beter. Allemaal opletten en dan... Ja, oh, de supermarkt is dicht. Andere supermarkt. Gaat ze gewoon... andere kant op rijden en toen moesten we onder die brug door. Ja, bang. Bam! Oei, joh. Bam! Ik ging me onder het glas hem weghalen, ik erop vissen. Ja, echt ziek hoor. Ja, dat is wel balen. Dat is wel echt balen. Ja, ik hoop dat het niet gaat lekken. Want gaat het regenen vannacht? Ja. Oké. Okay. We hebben 20 van die vuilniszakken. Ik denk oprecht dat het best wel waterdicht is. Dit is okay. Waterdicht. Jullie zijn zo vertrouwd. Ja, is goed. Ik zou zeggen, zet de camper neer. Ga lekker eten. Oké, okay, dan moeten jullie nog ergens mee helpen, behalve de knakworstjes? Nee. Nee. Thank you, bro. Komt want dan denk ik serieus dat ik naar bed ga. Slaap lekker. Ik ben echt moe. Ja. Moeten jullie nog thee? Nee. Ook geen vuilniszakken. Nou, ja, slaap lekker. En tot vannacht. Ja. Zin in. Waar zijn de wasmachines? Hoe laat ging de zon erop? Ja, de zon gaat op om 5 uur al of zo. Ja, echt ziek. Ja, ik zal jullie even uitleggen, dames en heren. Hey, slaap lekker. Slaap lekker. Ik ga jullie even uitleggen wat precies een beetje de bedoeling is. Huh? Kastje gaat niet meer open. We hebben geen wasmiddel meer. Wat? Oh, dat zit daar. Nee. Wat gaat niet open? Ja, de kastje kan niet meer open. Oh, de kastje kan niet open? Oh, omdat het dak naar beneden zit. Ja. Is het de wasmiddel? Ah. Nee, joh. Wacht, ja, dat, oh, maar dat dak is echt ingezakt dan. Oei, oh. Joh. Maar dat dak is... Ja, jullie hebben... Oei. Yes. Oh, hey, Finn. Keukenrol. Kan alles, hè? Dierenfluisteraar, dakken maken. Dakken maken. Anders loop je meteen mee naar Dine. Oh. Sorry. Ik zal jullie eventjes het plan vertellen voor morgen. Het is namelijk zo dat je hebt hier verderop, of nou ja, verderop, het is een uurtje rijden. Dan heb je de pulpit of zo en dat schijnt echt een was dat nou die 4444 stappen? Nee. Oh, dat is weer iets anders. Ja, Prijkistolen. Oh, Prijkistolen heet dit. Ik ben echt moe. Omdat we vanochtend ook al vroeg op waren en we hebben niet zo heel veel geslapen afgelopen nacht. Maar we gaan dus vannacht, niet morgen, maar vannacht naar een plek waar je dus 1,5 uur... moet hiken omhoog. En dan heb je knijters mooi uitzicht. Maar dan ook echt knijters mooi uitzicht. En als we dan daar eenmaal zijn, gaan we natuurlijk genieten. Maar dan is daarna ook weer 1,5 uur naar beneden hiken. En dat is vannacht. Dus dit wordt heel erg vroeg opstaan. Maar goed, ik neem jullie wel mee morgen. Gaat helemaal goed komen. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet dan niet eventjes duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Gelukkig is het allemaal goed gekomen met de camper. Wel heel erg vervelend. Maar ja, het is allemaal goed gekomen. En ik ben heel erg benieuwd morgen hoe het eraan toe is met de camper, aangezien het vannacht is gaat regenen. Oké, check jullie morgen. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!